Kijk even naar wat hier is gebeurd. Wat? Dit is zo sick! Welkom bij een nieuwe video allemaal vandaag. Vandaag gaan wij kijken naar een bizar huis met bizarre redstone creaties. 40? 40? Ja, ziet het eruit. 40 redstone creaties die allemaal te maken hebben met veiligheid. Tenminste, ze staan in het veiligste huis van Minecraft. En dat is namelijk dit prachtige knusse huisje. En dit is echt een all-time klassieke map. Iedereen kent hem, want hij is gewoon gigantisch vet. Alleen, ik heb hem nog nooit gespeeld. Dus we gaan hem vandaag even spelen. We zijn hier bij de map van Euclides. Of hoe die... Whatever. Die gast heeft echt zieke mappen gemaakt. En ik moet hier mijn sleutel stoppen. Dus laat ik maar even mijn sleutel stoppen. Wacht even, waar zijn mijn sleutels? Aha! Ik heb hem! Sleutel! Hoe werkt dit? Moet ik het nu... Geef ik die aan jullie? Klik! Oh! Het werkte! Het werkte! Dames en heren, oh, dan kunnen we nu naar binnen. Wil je lekker even een brug gaan bouwen of zo? Hallo? Daarvoor heb ik hem toch? Wat? Oh, first all beacons green. Oh, Wouter, waarom lees je nou nooit de teksten? Oké, eerst alle beacons groen maken. Alright, hij staat op groen. Ready to go. En dan doen we... Bam! En nu? Oh! Oh! Oh, boys. Wij hebben... Oh, wat doe je nou? Oh, oké, ze haalt nog iets weg. Dude, dit is zo vet. Wat een entree. En dan pas kan je oversteken. En hier kan ook allemaal lava in komen. Volgens mij doen ze dat in de avond. Of kan je een hendel overhalen. Maar yo. Maar nu zit je van... Oké, we zitten nu op dit eiland. Maar hoe komen we binnen? Nou, dat is mij een goede vraag. Want we hebben hier een deur. En hier is een hele moeilijke code. En niemand, maar dan ook niemand, weet wat deze code is. Het is heel moeilijk om die code te raden. Want niemand heeft enig idee... wat de code is. Wat zou de code zijn? Misschien iets met een 6 of zo? Ik gok, wat denk ik? 2? Ja, misschien. Oké. Misschien een 4? Ja, oké. Ja, laten we kijken. Wat zou de laatste zijn? 9? Nee. 8 gok ik. Oh, ik hoor iets. Wat gebeurt er met de deur? Niet heel veel. Dit is toch de code? Wat heb ik nou verkeerd gedaan? Hoe bedoelen ze dan 6? Toch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toch? 6, 2, 4, 8. Oh! Nee, exact hetzelfde als eerder. Oh, ze knipperen. Nou ja. Yo, dit is echt het veiligste huis ooit. Maar ik heb iets gezien, namelijk aan de andere kant. Ja, is de deur nu open? Hey, dat was helemaal geen deur waar ik stond. Lekker bezig, Wouter. Geen wonder dat je nooit in een veilig huis komt. Je weet niet eens waar de deur is. Oh, lekker jongens. We zijn binnen. Wat een prachtig huis. Ik krijg een beetje déjà vu gevoelens. Alsof ik hier eerder ben gefeest. Ik weet het niet. Nou, we hebben in ieder geval hier een mooi huis met allemaal redstone dingen. Oh, we kunnen het nacht maken. Zullen we eens kijken of het... Zo, alles gaat aan. Wow, de lag! Wow. Oké, ze zijn even... Wat zijn ze aan het doen? Wat is er aangegaan? Alle lampen zijn aangegaan en... Yes. De lava. Oh, alle buitenlampen gaan nog aan. Yay, het werkt. Lekker. Nou, we gaan naar binnen, jongens. Oh, grutkes, er zit een hek voor. Is dit nou ook alweer een code? Code van het hek? Het is echt een veilig huis. Hoe kom ik hier binnen? Hier zit ook al een hek omheen. Daar zit ook een hek. Oké, dit is echt een veilig huis. We gaan eens kijken wat we kunnen doen. Zit hier toevallig iets? Nee, er zit niets. Dat wist ik. Ik wilde alleen testen of jullie het ook wisten. Zo, wat is dit? Oh, wauw. Dat is wel heel chic om zo'n hekje weg te halen. Misschien kunnen we wat... Hallo? Is dit jouw huis? Oké, tot ziens. Wat? Hoe kan ik opeens een paard hier omhoog laten komen? Hey, paardje! Tot ziens, vriend. Yo, later! Oh, wat heerlijk dit. Wat is dit nou weer? Oké, we hebben een interessante ingang. Is dit de officiële ingang? Yellow record. Oké, dan doen we de gele erin. Oké, ik doe hem erin en ik haal hem eruit. Oh, yes. Wat is dit? Wat is dit voor ingang? Moet ze allemaal rood maken. Oké. Jongens, ik ben echt even zo'n... Laat nu even een duimpje achter als jij dit sick vindt, jongens. Doe even dat knijtersharde duimpje, want dan weet ik dat jullie het leuk vinden. Laten we kijken of we 3000 likes kunnen halen. En abonneer ook even en doe dat belletje aan, want dan krijg jij meer van dit soort zieke mappen te zien. Die gaan wij gewoon spelen. Put the key in the dispenser. Ja, maar ik heb helemaal geen key. Die heb ik buiten gelaten. Oh jee. Oké, ik denk dat het gewoon alsnog werkt. Ah, wow.
Wow! Oh nee! Dit is gewoon een afweermechanisme! Wat gebeurt hier? Wat? Oké, we gaan even terug naar dat stukje. Kijk even naar wat hier is gebeurd. Wat de heck? Dit is zo sick! Dit is zo sick! Check die air! Wow, yo, dit was zo vet! Yo, de key zat er blijkbaar al in. Ik hoefde alleen maar op het ding te klikken. Kijk hoe cool. Yo, ik doe even weer... Kan ik weer dat aanzetten of zo? Oh, volgens mij heb ik hem nu permanent open, of niet? Oh nee, nu zit het slot er weer op. Oh, dit is zo cool! Dit is zo cool! Wow, yo! Oké, ik denk dat deze allemaal naar het midden moeten wijzen. Zo. En deze. Zo. Ja. Oeh, boy. Oeh, lekker setje hoor. Hupsakee, die trek ik wel even aan. Want als ik nog meer van dit soort pijlen tegenkom, dan wordt het niet leuk hier. Dat kan ik jullie wel vertellen. Ik denk dat dit een soort van geheime extra kamer was. Niet eens voor het huis. Ja, ik denk dat dit oprecht alleen voor deze gear was. Moet je je voorstellen hoe dit huis eruit ziet? Oh, oké, dat is de trap omhoog. Oh, dit is zo vet gemaakt. Hoe kan je nou zoiets maken? Oh nee, ik had... Ja, dat is heel stom van mij. Maar ik heb... Natuurlijk die cd er weer uitgehaald. Oké, we gaan even er doorheen. Zo, we zijn er doorheen. Even kijken, we gaan naar boven. Ik denk dat alleen voor die gear was. Wat bizar joh, wat een werk. Oeh, deze staat nu ook open. Heb ik die zo net opengezet? Ik denk het wel met iets. Oké, nou cool, we kunnen het huis eindelijk binnen. Wat gaan we hier allemaal voor dingen tegenkomen, dames en heren? Dit is toch echt eventjes bizar hoor. Oh jee, oh dit is volgens mij niet de bedoeling. Er zit een gat in de map. Wow, yo, wat zit daar veel... Wat? Nee joh, check al die redstone. Wat? Oh man. Wat een werk. Nou, we gaan alsnog even kijken naar de creaties. Want nu ben ik wel heel erg benieuwd wat ze dan in het huis hebben gedaan. Hier lijkt het best rustig. We hebben hier een knopje voor water. Oh, ik hoor water. Oh, waarom is dat? Oh, is om de fonteinen aan en uit te zetten. Heel handig. Dat je daar een knopje voor hebt. Nou ja, eerlijk. Het is op zich wel tof gemaakt. Nice. Oh, hier ook een button. Wat is dit dan? Oh, er ging hier iets weg. Wat ging er weg? Wat stond hier? Was het een oven? Crafting table? Niet. Moet ik hier staan? Even kijken hoor. Oh, het is een geheim luik. Daar gaan we straks doorheen. Wat is dit? Had het iets weg? Nee, doet niets. Oké, we gaan straks een soort geheime luik. Oeh, hiermee kan je hem dicht doen. Oké, stel we willen de deur dicht doen, dan doen we deze, denk ik. Gaat het dan dicht? Oh, en dan ben je veilig, dames en heren. Dan ben je zeker veilig. Ik weet niet wat dit iron doet. Ergens iets een deur open of dicht gedaan. En de lampen natuurlijk. En de brug kan je ook weer laten komen. Wat super handig dat hij hier die contactpunten ook voor die andere kant heeft gedaan. Dat is echt super chill. Even kijken. Nou, we hebben dat geheime luik nog. We kunnen ook nog even naar boven. Hier heb je nog een waterpunt. Misschien is dit voor... Voor welk water is dit dan? Zwembadwater? Ergens zwembad? Ja, ja. Ik hoor hier wel water. Of is het gewoon extra daar? Oeh, we hebben ook zo'n farmmachine. Oké, jongens. Moet ik ze weghalen? Nee, zo werkt dat niet. Of werkt het wel zo? Hoe deed ik dit ook weer altijd? Dit is echt zo'n oude survival truc. Het zou best wel kunnen dat je zo gewoon... Oh, dan zet je ze neer. En dan boom, kan je ze weer weghalen. En zet je ze neer. En dan kan je ze weer weghalen. En dan zet je ze neer. En dan kan je ze weer weghalen. Het kost alleen superveel boommeel. Maar hey, als je geld over hebt, is het zeker een goede optie. Zo random. Misschien doe ik hem helemaal verkeerd. Ik weet echt niet meer hoe dat werkt. Ik zal nog even deze hier neerzetten. Hupsakee. Kijk, zijn ze weer mooi gegroeid. Ziet er toch net even wat netter uit, hè? Nou, even kijken hier. Kunnen nog naar het andere dak toe. Oeh, lekker parasolletje. Lekker hoor. Zeker met die hitte. Nou, dat is wel prima. Ik neem het ook op een dag op dat het een beetje warm is. Beetje maar. Ik ga naar beneden. Want ik hoop beneden nog wat leuke dingetjes te kunnen vinden in die geheime verschuilde plek. Ik ga eventjes hier staan. Ik ben gewoon aan het chillen. Een beetje aan het kijken naar mijn keuken. Wat een mooie keuken heb ik eigenlijk, hè jongens. Vinden jullie ook niet? Waarom werkt het niet? Ik sta er toch op. Laat me vallen. Boing. Ik ben heel benieuwd hoe die me boven gaat krijgen. Maar we gaan het zien. We zijn nu in de kelder. Ja, dames en heren. Oh jee. Oh man, hier zijn veel dingen. Oh maat. Ik zit echt te twijfelen of ik nou ooit deze map heb gespeeld. Dat is zo raar, want dat zal dan echt jaren geleden geweest zijn. Of het die mappen lijken op elkaar, want ze hebben allemaal ondergrondse dingen. Input, output. Huh? Hoe bedoel je input, output? Wat moet ik erin stoppen dan? Hier, ik stop er arrows in. Worden die nu ergens ingestopt? Dat zou ook kunnen, hè? Waar zijn de arrows? Arrows. Is er een arrow? Nee. We hebben wel hier steen. Dus ik kan dat even doen. Gewoon steen, zo. Nou, dan doe ik eventjes steen erin. Hupsakee. En komt dat dan hier erbij? Kijk, de output. Hoe werkt dit? Moet ik die ander... omhoog doen. Oh, wacht even. Nu stroopt het binnen. Oké, nee, sorry. Nou, ik snap het niet helemaal. Want waarom blijft die netherstar doorlopen?
Of heb ik hem nu juist weer uitgezet? Oh, nu staat hij uit. Oké. Zo kan je kijken wat je wilt binnen laten komen. Wat vet. Nou, vet gemaakt hoor. Ik vind echt sowieso al die creaties diepe respect. Want ik kan dat helemaal niet. Zouden we een mooi setje mogen? Nee, dat is geen mooi setje. Ik wil een ander setje. Jeetje, heb je nou geen setjes hier? Nou, dan geef ik mijn eigen set wel. Zo ben ik dan ook wel, hè. Die draag ik dan af. Puur voor de video. Alsjeblieft, draag deze. Mooie schoentjes erbij. Leuk, hè. Ja, ziet er fantastisch uit. Doei! Wee! En dan is er een nieuw setje. Ender pearls? Oh, oké. Gratis ender pearls uit de muur. Wie wil dat nou niet? Het is heel random, maar hey, daar heb je er toch wat aan. Ik denk dat je hier wat spullen in kan stoppen en dat dan deze weggaat. Ja, precies. En dan krijg je een ander. En doen we daar wortels in en krijgen we dan nu weer de arrows terug? Komen de arrows terug? Nee, ze hebben weer de wortels. Arrows? Nee, weer wortels. Nou ja, prima. Oh, deze. Oh, dit is ook zo cool als je dit in je huis hebt en alles komt tevoorschijn. I love it. En wat is dit nou weer, joh? Oh, dan kan je aanwijzen wat... Nee, kan je aanwijzen wat je wil? Nee, toch? Is dat te maken? Is dat te maken? Oké, ik wil een... Uiteraard, een roze hoedje. Ik wil een groen shirtje. Ik wil een blauwe broek. En gele schoenen. Als dit eruit komt, jongens... Dan gaan we met z'n allen een duimpje omhoog doen. Want dan heeft deze persoon echt een bizarre map gemaakt. Oh, jongens. Komt het eruit? Hallo? Oh, oh, oh! Wauw. Precies zoals je het wilde. Ja, en hij komt twee keer omdat er blijkbaar vertraging op zit. Dit is sick, jongens. Wow. Wat een gigantisch zieke map is dit. En kan die me omhoog brengen? Breng me omhoog, meneer. Woehoe. Oh, oh. Oh jee, dat ging niet helemaal goed. Oké, we gaan nog één keer proberen. Eén keer proberen, jongens. Hup. Oh jee, misschien komt het door de creative pen. Nog één keer survival. Dan één keer proberen. Kom op, we moeten wel goed dit hebben. Ja, ja. Oh nee. Oké. Trap werkt. Ik zit van altijd vast in deze kelder. No! Oh, en hier kan je ook nog allemaal dingen maken. Kan je waarschijnlijk kiezen wat voor potion je wil. En dan maakt hij dat gewoon voor je. Wat een bizarre map, dames en heren. Wow! Kijk nou! Zo cool! Wow, zo cool! En dit? Oh! Oh! Jongens, dit is toch... Oh. Ik word helemaal jaloers als ik dit zie. Ik heb wel vaker van dit soort sicke mappen gezien. Ook eentje met 90 creaties. Die was echt heel erg sick. Als je die video wilt checken, klik hem hier aan. Ik weet zeker dat je hem leuk gaat vinden. Dus klik lekker verder. Kijk die video met 90 redstone creaties. Echt bizar. En dan zie ik jullie bij die video. Tot de volgende keer, mensen. Ciao.